Pensioen vertelt het verhaal van een familie. Eigenlijk gaat het om een schoonmoeder en Frans Laarmans. Frans Laarmans is haar schoonzoon. Het begint in de Eerste Wereldoorlog. De schoonbroer van deze Frans Laarmans gaat naar de oorlog. Hij wordt naar het front gestuurd. Maar laat een meisje achter. En dat meisje is zwanger. Ze krijgt een kind. Zijn moeder, de moeder van deze Willem, die stuurt met enorme hoeveelheid energie stuurt ze pakketten naar Duitsland, naar haar zoon die daar in krijgsgevangenschap zit. De zelfzuchtigheid van de mens die komt eigenlijk in deze schoonmoeder tot uiting als blijkt wanneer zij het militiegeld, als dat zij dat al een jaar incasseert, al een jaar lang incasseert zij het militiegeld. Later blijkt dat deze jongen, deze Willem die naar de oorlog is gegaan, toch gestorven is aan de Spaanse griep. Op dat moment verandert het militiegeld in een pensioen. Ook dat incasseert ze een tijd tot haar kleinzoon eigenlijk, blijkt dat hij al die jaren lang recht had op dat pensioen. En dan moet de familie alles wat ze al die tijd onterecht hebben geïncasseerd als pensioen voor de gestorven Willem in de oorlog, moeten ze terugbetalen aan de zoon van Willem. Dit is zo beschrijft hij de schoonmoeder. Want er zit in moeder, zo noemt hij haar moeder, een kracht waar alles voor wijkt. Sluwheid, onversaagdheid, geduld, alle sluimerende gaven breken zich baan. Niets is haar te zwaar, noch te min. Zij kan smeken, vleien, huilen, liegen. Uren staan wachten voor de poort van een of ander comité. Meer dan eens heeft iemand haar een geldstuk in de hand gestopt, denkend dat zij bedelde, maar niet durfde vragen. Zon noch regen schrikken haar af en geen Duitse basstem die haar verder dan 10 meter terugdrijft. Trouwens, dat dient tot niets, want even later staat zij daar weer, telkens alsof zij een andere was. De verwikkelingen hieromheen, dat is heel komisch en heel wrang. En eigenlijk in het hele verhaal komt niemand goed uit.